Het gaat zo echt niet langer, vinden ze bij dierenasiel De Doornakkers. Het centrum in Tongeren barst bijna uit zijn voegen. En de nieuwbouw die voor 2020 gepland staat, kan niet snel genoeg komen. De hokken zijn te klein en er is te weinig ruimte om dieren afgezonderd te kunnen behandelen of begeleiden, vinden ze. Terwijl hier jaarlijks zo'n 1100 katten en 500 honden worden opgevangen. Vooral op het moment dat er zieke dieren binnenkomen, met dus iets besmettelijks hebben, dan moet je ze echt gaan isoleren, behandelen. En dat maakt het in dit gebouw gewoon heel lastig. Stel, je hebt echt een hond waar je de kennel niet bij in kan. Misschien zijn ze angstig of hebben ze een hele vervelende situatie beleefd met een persoon, waardoor ze niet vriendelijk zijn. Dan wil je inderdaad wel dat je de hond weg kunt zetten of in ieder geval meer uit kunt bieden als je niet met ze kunt gaan wandelen de eerste periode. Het gaat dus om het welzijn van de dieren, maar ook om de veiligheid van de medewerkers. En daarnaast speelt ook de overlast in de buurt een rol. De buren in Tongeren komen namelijk steeds dichterbij. Hier komen de honden, die kunnen hier fijn vrij spelen, we kunnen ze hier trainen. Daar is fijn ruimte voor. Alleen, ja, zoals jullie zien, ja, ligt de woonwijk hierachter. Gelijk op het asiel. Dat kan voor overlast zorgen bij onze buren. Ze zijn ook nog aan het bouwen hier rondom en ja, we worden een beetje ingebouwd. 17 gemeenten in de regio maken gebruik van het dierenasiel. En die moeten allemaal akkoord gaan en een bijdrage leveren aan de nieuwbouw. Daarna kan begonnen worden met de aanbesteding, zodat in 2020 hopelijk verhuisd kan worden.